Wat je wel zou kunnen doen, bijvoorbeeld... je hebt nog altijd dat ei. Ruilen? Ja, vorige keer zijn we geëindigd met deze prachtige kaars op onze ruiltocht. Een uniek item dat we vandaag toch proberen opnieuw te ruilen voor nog iets beter. We weten natuurlijk niet hoe groot dat item zal zijn. En daarom heb ik speciaal transport geregeld. Voilà. Hier staat hem. Prachtige vrachtwagen zou ik het bijna durven noemen. Kijk eens aan. Ik heb ook al gezien dat de foto echt zeer gedetailleerd is. Elke rimpel en elke puist met een kop is goed zichtbaar. Maar bon, ja. Ik ben anti-Photoshop, hè. Dat is duidelijk. Nishi staat er ook heel mooi op. Standaard tandenborstel voor hem. Allee. Zijn we weg? Allee, zie, dat doet er niet. Bellen die eerst zonder camera aan? Of is dat direct? Nee. Hier zijn er duidelijk mensen thuis. Dan eens proberen. Hè. Nee, hier is niemand thuis. Oké. Okay. Begint goed. 0 op 1. Het is augustus, iedereen is met congé. Hier gaan we ongelooflijk succes hebben. Je moet kloppen, want de bel doet het niet. Dus als dat geen succes wordt, dan weet ik het ook niet. Dat is hier precies de congéstraat. Hallo? Goeiedag. Bent u een dokter? Ja. Ah, sorry. Ik ben op zoek naar mensen die iets willen ruilen tegen deze prachtige Noveenkaars. Ja. Ik weet niet of dat u misschien iets hebt. Oei, rooikoolstukjes. Dan weet ik niet of ik daar een zaak mee doe. Hè. Je krijgt ze dan gewoon. Ja? Dubbel, dan kun je dubbel. Allee, super. Voilà, dat is direct een grandioos succes. Ik zit met twee items en ik heb er eigenlijk niks voor moeten doen. Ja, ik vond nu wel die kaars, hoe weinig dat je ook denkt dat het waard zou zijn, vond ik toch nog iets meer van betekenis dan soep. Dus ja, toch? Ja, ik zie hier iemand zitten aan het raam. Ze heeft ons al gezien, dus ik ga even zwaaien. Ik ben met een ruiltocht bezig voor het asiel van Oostende en ik vroeg me af of dat u misschien bereid was om iets te ruilen tegen mij. Ik heb twee super unieke items bij. En wat heb je graag in de plaats? Ah, dat weet ik niet. Hè. Ik ga iets zoeken even, ja? Oké, okay, top. Okay. Merci. Maar ik kom niet binnen met die hond, hè, want ik heb twee katten. Oei, nee. Dat zou niet goed aflopen. Okay. Nishi, je mag niet binnen, want er zitten twee katten. Het hoort. Hoe vol verwachting klopt mijn hart? Welk geweldig item dat ze naar buiten zal komen. Ze was duidelijk heel geïnteresseerd in een Noveenkaars. Dat was duidelijk. Gewoon keihard zijn in onderhandelingen. Hè. Dat ziet er geweldig uit. Hè? Een doos tennisballen en zonne. Heel goed, dankjewel. Geweldig. Alsjeblieft. Ik hoop dat wat zon gaat brengen ook dan. Die, ah, wel, ja, het is topen. Oké, okay, merci. Bedankt. Hè. Bye bye. Kom, Nishi. Goed bezig. Het zijn geen gewoon tennisballen, hè. Het zijn X-Force pre-surcised ballen. Pre-surcised ballen. Dat is voor high-quality tennisballs. Die tennisballen vind ik echt nog wel iets waard. Het zijn tenslotte echte X-Force pre-surcised ballen. Dus die ga ik even bijhouden en ik ga proberen om de zonnecrème tegen iets groter te ruilen nog. Om zo een reuzenpakket samen te stellen eigenlijk. Nee, we zijn niet weg. Goed zo. Alright, op met de zonnecrème. Maar ik zie al een standbeeld van een kat voor de deur zitten, dus die kan er niet happig op zijn. Dag meneer. Dag Victor. Mag ik u even komen storen alsjeblieft? Jij mocht. Ja? Ah, u bent een hondenvriend. Natuurlijk, dierenvrienden het algemeen. Ik zeg, een kat voor de deur zit er al. Dus. Die zijn er ook. Ik ben op zoek naar iemand die misschien geïnteresseerd is in dit unieke item toch wel. Om te ruilen voor iets anders. Geef mij een paar minuutjes. Top, dankjewel.
Volgens mij is dat zelfs geen zonnecrème. Ah, jawel. Deze olie bevat een SPF2 die niet efficiënt beschermt tegen de zon. Die heeft natuurlijk gezien dat dat geen gewone zonnecrème is. Dat is bruinende olie. Dus dat is zonnecrème op een ongekend niveau, hè. Een gouden Carolus. Triple? Ja. Typisch voor Mechelen. Oké. Okay. Speciale versie. Oké, okay. Daar wil ik voor ruilen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb net ontdekt dat dit niet beschermt tegen de zon. Het is bruinende olie, het is geen zonnecrème. Oké, okay, misschien maar... dat ik er mijn vrouw toch een plezier mee kan doen. Vasily is u dankbaar. Graag gedaan. Bye-bye. Salukes. Kom, Nishi. Ik heb natuurlijk die tennisballen ook nog, hè, dus ik kan deze eigenlijk zelf leeg drinken. Nishi en ik voel toch nog dat er een kleine afstand tussen ons is, na één dag. Dus ik ga met Nishi spelen nu, om onze band wat te versterken. En ik heb daar nog iets ideaal voor in de auto liggen. Hè. Nishi, we gaan eens met die tennisballen spelen, wat denk je? Kom. Nu mogen we er wel in, ja. Ben je weg? Ja, hè. Klaar? Hallo? Voilà, deze ruildag was alweer een geweldig succes. Begonnen met een noveenkaars en geëindigd met prachtige tennisballen en een uniek pintje. Als jullie thuis zoiets hebben van, ik heb wel iets heel leuk om te ruilen, laat het dan zeker weten via ons e-mailadres. En we zijn ook nog altijd op zoek naar een warm gezin waar Nishi bij terecht kan na ons avontuur. Dus als jij je geroepen voelt met je gezin, laat dan ook zeker iets weten. En ik zie jullie heel snel terug voor een nieuwe dag ruiltocht. Bye bye.